Zo mooi. We zijn korting op de Salé. Beautiful. Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Welkom op mijn kanaal. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik weet niet wat het was, maar ik voelde me best wel uninspired. Dus ja, ik maak liever kwalitatief goede content waar ik zelf ook trots op ben dan dat ik content maak waar ik mezelf moet forceren. En ja, het was gewoon niet aan het flowen. Ik ben make-up aan het doen. Ik moet nog even mascara doen. Even op deze manier mijn haar uit mijn gezicht. Ik merkte laatst dat ik best wel aan het zoeken was naar wat voor content ik wilde maken. Wat voor boodschap ik over wil brengen. En ik was gewoon een beetje zoekende. Ik wist het gewoon even niet meer. Dus vandaar. Maar ik ben echt heel erg blij om weer terug te zijn. En ik heb de afgelopen weken gevlogd, dus daar ga je naar kijken. Veel plezier. Ik wil jullie echt bedanken voor jullie geduld. Ik kreeg best wel wat DM's van waar zijn je video's, ik mis je, bla bla. Dus dat maakte me ook wel dat ik dacht, oké, Ro, get yourself together. We gaan er weer voor. En cheers. Dit is nog zonder kleed. Tada. Zo'n kleed. En deze vond ik zo ontzettend leuk op de site. Hij is echt zo heel fluffy. Dus ik ben heel benieuwd. Oh my god. Zo fluffy. Oh, hij is zo mooi. Het is een beetje een off-white kleur. Het matcht wel heel erg goed bij mijn kussens. En bij deze. Het is ook niet wit. Het is echt meer crème. Yay! Naast het kleed wil ik jullie nog iets laten zien van Made. Ta-da! Zo mooi! Ik heb deze super mooie opbergbox. Helemaal van rotan. Ik had hier eerst een mand. En dat was gewoon een open mand. Ik ergerde me echt kapot aan alle draden. En ik had er ook wierook in en zo. Ik heb het nog niet helemaal goed opgeruimd. Maar ik heb hier in ieder geval al mijn wierook en zo. Even kijken hoe ik dit allemaal nog mooi ga maken. Alleen je ziet het niet en dat vind ik echt helemaal top. Hier ben ik ook echt super blij mee. Ik zal sowieso de linkjes van deze twee items in de beschrijving zetten. Say hi. Hallo. Say hi. Ja. Vandaag zijn we in Leiden. En Bob heeft ons uitgenodigd op zijn boot. Kijk hoe nice. Het is zo lekker weer. En we zijn in Leiden. Zo lekker weer. Het is lekker weer. Ja. Toch? Goedemorgen. Ik heb net havermout pannenkoekjes gemaakt. Ik had er echt zo ontzettend veel zin in. Dus bij deze met gebakken stukjes banaan. En dan ga ik er nog wat cacao crumbles overheen doen. En maple syrup. En ik was lekker aan het lezen.
Dit ziet er toch zo lekker uit. Och, het is ook echt super lekker. Oké. Okay. We're skating. Nou, Romana, show us your tricks. Beautiful. You got this, you got this. Zin om een podcast aflevering op te nemen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik heb vaak al wel een idee wat voor podcast ik wil opnemen. Alleen vandaag dacht ik, ik laat de universe beslissen. Ik heb net een kaartje getrokken van dit card deck. It's happening for you, not to you. Maar eigenlijk gaat het erover dat het leven altijd voor je werkt. Ook al voelt het soms met tegenslagen niet zo. En begrijp je het op dat moment niet wat er gebeurt. In ieder geval, ik in mijn leven, als ik er zo op terugkijk, heb ik bij elke tegenslag heb ik wel iets positiefs eruit gehaald. Ik bereid mijn podcastafleveringen echt niet meer voor. Het floot gewoon. En ik denk dat daaruit de mooiste boodschappen komen. Dus we gaan gewoon zien wat ik ervan ga maken. Voor de mensen die de podcast niet kennen, het is een podcast omtrent zelfliefde, innerlijke rust, innerlijke kracht en om dichter bij je inner glow te komen. Ik heb trouwens ook een Instagram voor je inner glow gemaakt, dus mocht je dat interessant vinden en inspiratie nodig hebben, dan kan je alles hier in de beschrijving vinden. Mijn naam is Romane en dit is Your Inner Glow. De podcast is net geüpload. Even nog een tekstje maken en dan ben ik klaar. Ik heb dus mijn sweater aan met dit rokje en mijn dogs. Deze jas van The Weekday. Deze had ik in een vintage stylebox. En het is een spijkerjas, maar wat langer. Ik ga trouwens naar Coffee Company toe om te werken met Josie. Deze is van de Monkey. En deze is een beetje zo'n stofje. Cute! Let's go! Ik ga mijn laptop snel inpakken. En dan gaan we in. Wat is er nou dan? Dit is alles is gewoon perfect.
we liepen al naar binnen en we dachten, oh, wat een leuke dingen. En toen op een gegeven moment was het in je maat. Nog meer leuke dingen, nog meer leuke dingen, nog meer leuke dingen. Dit ben jij, hoor, verantwoordelijk. Dit ben je verantwoordelijk. Ja. Weet je, het is fijn. Dit is heel goed. Het was gewoon perfect. Dit die broek. Eerlijk, dit heb ik nooit. Nee. Nooit in één keer. Zeg maar. Het is wel een beetje doorschijnend, zie je? Ja, maar dat is wel een witte broek, moet ik eerlijk toegeven, echt heel vaak. We hadden het er net over dat we allebei de opposites dingen hebben. Qua schoenmaat, die zijn ook geweldig, maar die is maat 36, dus moet 35 hebben. Ik heb weer te groot altijd. Ja. Of in ieder geval dan een winkel soms heeft. Ja. Bij de broeken is het of de waist past niet, of ja, de lengte past niet. Maar bij deze, als het zou zo fucking achterlijk zijn als ik deze niet neem. Ja, mee eens. Ja. Deze ook heel cute. Die top, hè? Ja. Ja, die is in de sale. Die is in de sale? Ja, en die is 30% korting nog. Die 10% extra korting op de Salé. Ja, heel blij mee. Kijk hoe leuk, jongens. Ja, die broek is echt leuk. Ik denk dat die wel heel doorschijnend is. Oh, nee. Ja, hij is wel fucking hij leuk. Kijk hoe cute. Heel cute. Ik was 70, ja, maar hij heeft 60% korting. Ik sta buiten het hok als een creep te filmen, maar ik vind het shot gewoon leuk. Gluren bij de meisjes. Godverdomme. Ja. Ja, leuk hè, Em. Heel leuk. Het is echt zo'n mooie linnen. Het is echt linnen. Wat voor gevoel krijg je bij dit setje? Ja, heel leuk, maar niet wauw. Dit is voor mij wauw. Klaar, ja. Dit, nee, dit, dit weg. Je hebt echt, ik vind en dan de Stories winkels zo mooi. En me en ik got matching rings. Andere hand ook. Matching. Zin in. Lekker. Oh my god, I love. Zou dus dit super cute topje. Echt heel leuk. Kijk aan de achterkant ook. Ik had er nog twee, alleen deze is wel echt het leukst. Die andere stonden toch niet helemaal. Ik weet niet hoeveel die is, het is een kilo shop. Dus we gaan het even wegen, maar ik denk echt misschien 5 euro of zo. 68. Oh. Lunchtime. Ik had zin om een wrap te eten. Ik heb deze net in de oven gedaan. Vegan truffel mayo opdoen. Zo lekker is deze. Ik had deze bij Albert Heijn gekocht. Dan heb ik ook nog kipworst van de vegetarische slager. Ook echt heel lekker. Zoete paprika, komkommer die ik nog over had. En peterselie die ik ook nog over had. Dus dat ga ik nu erop doen. Het is zo lekker. Het is echt zo lekker fris. En perfect voor lunch. Heel snel gemaakt. Ik vond ook nog spinaziebladeren in de koelkast. Dus die heb ik er ook op gedaan. Ik heb een beetje knoflook erop gedaan. En chilipoeder. En ja. Yummy. Kijk hoe cute dit glaasje is. Ik had nog banaan, sinaasappelsap. Dus lunch. Ik ben de vlog aan het editen en bij deze sluit ik ook de vlog af. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond. Ik ben heel erg blij om weer terug te zijn. En als je nog leuke ideeën hebt of dingen wilt zien, laat het dan vooral weten in de reacties. Dan kijk ernaar en ja, dankjewel voor het kijken.